Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met vandaag Digna van den Broek. En we gaan het vandaag hebben over onderwijsruimtes. En we hebben het in een van de eerdere koffiebreaks al gehad over de hybride klaslokalen. Dus met een aantal studenten op locatie en een aantal studenten thuis. Maar dat bracht Digna bij mij en die zei ja, maar we moeten gewoon eigenlijk wel eens even goed kijken naar het inrichten van die klaslokalen en ook wat dat met een docent doet. En wat die daar pedagogisch ook, didactisch uit kan halen. Digna, wil je jezelf eerst even kort voorstellen? Ja, dankjewel Petra. Digna van den Broek. Ik werk bij het Nova College Haarlem. En ben inderdaad betrokken bij de Special Interest Group Active Learning Spaces. Een mond vol. Waar we bezig zijn met leeromgevingen. En binnen het NOVA hou ik mezelf vooral bezig met docentprofessionalisering. En we zitten natuurlijk midden in een tijd waarin dat heel erg nodig is. Omdat we eigenlijk bezig zijn met nieuwe onderwijsvormen. Hè, vooral online onderwijs. En dat vraagt veel van onze docenten. En ook van onze jongeren, denk ik. Ja, ik moest net al even met jou lachen om die Special Interest Group Active Learning Spaces. Ik heb het maar even opgeschreven, want er zijn zoveel mooie Engelse woorden achter elkaar dat ik dat allemaal niet kan onthouden. Daarom moet ik even lachen. Jij bent heel erg geïnteresseerd in het inrichten van ruimtes, maar dan vooral vanuit de gedachte van ja, dat doet dus iets met een docent. Hoe een ruimte is ingericht en het doet ook iets met een student. Hoe een ruimte kan je dat doen? Ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in de wisselwerking tussen de omgeving waarin je zit en het gedrag dat je laat zien. En ik ben zelf heel lang docent geweest in het HBO, in het MBO. En daar heb ik dat ook gewoon ervaren. Dat eigenlijk je onderwijs afhankelijk is van gewoon de plek waar je bevindt. En ik vind dat zelf, ik kan het altijd het beste uitleggen aan de hand van een eigen voorbeeld. Ik gaf expressieve vakken en ik had de keuzedeel expressief talent ontwikkeld, moest zelf de lessen ook geven. In het begin was ik in een theorielokaal ingepland, dus ik kwam met allerlei, ja, gewoon bakken met een kar, hè, vol met spullen, zo'n theorielokaal in. En dat werkte gewoon niet. Ze gingen gewoon niet aan de slag en hoop verzet en gezeur. En het kwartaal daarna werd ik ingeroosterd in een CREA-lokaal. Gewoon een heel groot lokaal, helemaal vol met allerlei boxen waarvan alles in stond. En zonder dat ik wat deed, gingen de studenten naar binnen. Vroegen mevrouw, is hier ook muziek? Stroopten de mouwen op, gingen die bakken in en gingen aan de slag. En terwijl ik gewoon helemaal geen ander gedrag liet zien. Maar het was de omgeving die hen gewoon verleidde eigenlijk om aan de slag te gaan. En dat heb je eigenlijk op allerlei soorten manieren dat die omgeving jou iets vertelt. En een ander voorbeeld vind ik, hè, als je een theorielokaal hebt met zo'n klassieke opstelling van al die tafeltjes en stoeltjes, dan vraag ik mezelf af, wat vertelt deze opstelling nou? Hè, als ik binnenkom als docent, dan vraagt deze ruimte eigenlijk aan mij om voor die groep te gaan staan, want daar hangt het bord. En het vraagt van de student om te gaan zitten en te consumeren. En ook als al die tafeltjes achter elkaar staan, dan zie ik niet individuen, ik zie gewoon één klas. Dus het zegt iets over, over de beleving. En die beleving maakt mede het onderwijs. Ja. En ik ben heel erg aan het kijken naar, als we nou die innovatieve ruimtes hebben, of ik ben aan het nadenken over docentprofessionalisering, en ik geloof er echt in dat je dat eigenlijk op een vrij makkelijke manier kan doen door docenten in andere ruimtes te gaan zetten. Maar die ruimte die moeten dan wel zo zijn dat de docent daar wel zijn weg in kan vinden. Als je een innovatieve ruimte hebt die helemaal vol hangt met technologie, ja, dan, en docent heeft er niet zoveel mee, dan heb je wel een grote stap. Ja. Dus het is de kunst om mensen in andere contexten te krijgen, daarmee te verleiden tot ander gedrag. En voor mij staat dan in het onderwijs de interactie centraal. Dus voor mij is eigenlijk niet de technologie belangrijk, maar wel dat je die interactievorm kan geven. Dus meubilair wat je kan verplaatsen, hè, die verschillende vormen van samenwerken of van onderwijsvormen mogelijk maakt.
En dat vind ik echt beren interessant. Ja, dat hoor ik en dat zie ik ook aan je. Ja. Ja. Door corona is dat voor heel veel docenten natuurlijk enorm gaan schudden. Want die oude situatie dat iemand gewoon voor een klas kon gaan staan en een les kon gaan afdraaien. Ja, daar hebben heel veel docenten al van gemerkt van ja, dat kan ik dan wel voor een computerscherm doen. Maar dan verlies ik heel veel studenten, want die, ja, dat is misschien niet de meest geëikende vorm. Wat ik veel in de koffiebreaks heb teruggekregen is van ja, het verschuift, hè, verschuift naar een goede voorbereiding en dan in een online bijeenkomst aan de slag. Hoe zie jij dat voor een fysieke ruimte? Denk je dat dat ook mogelijk is? Ja, kijk, het heet active learning spaces. Hè? Dus onderwijs valt er staat natuurlijk bij de interactie tussen de studenten onderling, tussen studenten en docenten, tussen groepen onderling. En wat je wil als docent, eigenlijk, hè, zeg maar het leerproces ontstaat door constructie, maar door constructie van kennis en vaardigheden. Maar dat doe je wel met elkaar, daar heb je elkaar in nodig. En als docent wil je dat proces vormgeven. En doordat we veel minder nu denken vanuit een hele klas, maar veel meer gaan richting individuele student, wil je eigenlijk ook in je onderwijs min of meer maatwerk kunnen leveren. En dat betekent dat je een ruimte nodig hebt waar je dat ook in kan doen. Maar we zijn ook meer aan denken aan de individuele docenten. Ze willen die student ook in een ruimte brengen waarin hij of zij het geïnspireerd raakt om lang bezig te zijn. Als ik in een ruimte zit zonder ramen, zonder groen, met kale muren en ik moet daar 3 uur achter elkaar naar een smartboard kijken, raak ik niet heel erg uitgedaagd. Dus het gaat er steeds om die interactie zo vorm te geven dat de student aan de slag kan, maar ook gemotiveerd is en kan blijven om aan de slag te zijn. Jij zegt net iets over de individuele leerpaden. Maar dat wil natuurlijk niet. Ik denk niet dat dat wil zeggen dat je in een lokaal alleen maar individueel bezig bent. Toch? Nee, juist niet. Juist niet. Hè? Want individuele leerpaden, meestal zie je dat studenten min of meer op hetzelfde niveau zitten. Dus wat je vooral wil, is dat je een indeling in groepen kan maken. En soms is het ook heel handig dat je iemand die juist heel weinig weet naast iemand zit die veel meer weet, hè, dat ze elkaar kunnen ophalen. Wat je vooral wil, is dat je kan spelen met die groepsindeling. En dat je niet meer zegt, ik heb 1 klas, maar dat je ziet van ik heb 30 individuen voor me en die hebben allemaal een eigen leerpad. En dat probeer ik individueel te begeleiden, maar wel vanuit samenwerking met elkaar. Je hebt elkaar nodig in dat proces. Zijn er, denk jij, ook mensen die nog denken van nou, ik ga straks, is het er weer helemaal open. Hè? Binnenkort mogelijk anderhalve dag naar school. Zijn in jouw omgeving ook mensen die zeggen, ja, maar straks ga ik gewoon weer doen wat ik altijd al deed, namelijk voor de klas staan. Of denk jij dat dat niet meer mogelijk is? Ja, ik hoor die geluiden wel. Had ik een jonge docent gevraagd om voor een interview over ICT-gebruik in deze tijd en online lesgeven. En toen zei ze van, Digna, volgens mij moet je mij niet hebben, want wij vinden het echt verschrikkelijk dat online lesgeven. En als corona over is, dan gaan we er ook mee stoppen. Maar wat ik dan vooral hoor is, we vinden het ingewikkeld. Mm-hmm. Want de realiteit is natuurlijk dat we niet meer teruggaan naar die pre-corona-tijd. En ik denk dat docenten zich dat ook wel realiseren, maar dat het toch een stil verlangen is, omdat het zo ingewikkeld is, om weer terug te gaan naar die oude tijd. Maar ik denk dat er ook wel realiteitszin is, hè, dat dit eigenlijk de nieuwe realiteit is. En zeker ook als je die geluiden hoort, hè, van we zitten nu in een pandemie, maar je hoort nu geluiden over het wordt een endemie. Dit gaat nog wel een lange tijd duren. Ja. Dus we zitten gewoon in een tijd waarin we een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van leren hebben eigenlijk. Wat hebben die docenten dan volgens jou nodig?
Nou, wat ik vooral merk is dat er... ik zit ook bij de themagroep, zo'n landelijk programma Doorpak op Digitalisering. En één onderdeel daarvan is docentondersteuning. En we hebben heel erg gekeken naar op welke manier zijn docenten nou de afgelopen tijd ondersteund. En we merken dat dat dan heel erg aanbodgericht is. En ook vanuit een deficiëntiegedachte. Hè, docenten kan iets niet en dan gaan we een workshop opgeven en dan kan hij dat oppakken. Maar we merken ook dat dat niet werkt, dat dat eigenlijk onvoldoende is. Dus wat nodig is, is dat je bij de docent komt. De docent helpt ook om zijn vraagarticulatie goed op gang te krijgen. En vervolgens dat je daarvan ook kijkt van, als je die vraag hebt, hoe kan je dan, welke stappen kan je dan het beste maken? Dus het vraagt bijna een gepersonaliseerde aanpak van docenten nodig. Ik hoor eigenlijk niks geks, hè? De afgelopen weken is er een aantal keren in de koffiebreaks naar voren gekomen van dat docenten ook veel meer persoonlijke aandacht aan hun studenten moeten besteden. Ja. En daarna zei er iemand, maar dat zijn we dan al met z'n allen aan het doen, maar wij als docenten moeten ook wat meer naar elkaar omkijken en elkaar ook helpen en ook in begeleiden soms, ook op een wat individuelere basis, zodat iedereen gewoon beter tot zijn recht komt eigenlijk. Ja, maar er zit nog een ander aspect aan vast, hè? Want wat ik ook interessant vind is, collega's van mij hebben net een interview afgenomen met twee zij-instromers, dus mensen die uit de praktijk komen en die zijn nu 2 jaar zijn ze docent. En aan hen werd gevraagd, wat vind je nou het leukst van het docentschap? En zij zeiden toen, eigenlijk het leukst dat ik ZZP'er ben. Hè, dat ik heb mijn eigen klas, ik heb mijn eigen stukje onderwijs en ik ga die klas in en het is van mij. Dus ik sta daar als een soort ZZP'er. Mm-hmm. En dat is, ik heb heel lang zelf ook onderwijs gegeven, dat was ook altijd mijn gevoel. Ik had gewoon mijn stukje onderwijs, ik ging die klas in en dat was dan helemaal van mij. Maar in deze tijd kan dat niet meer. Dus, en eigenlijk is het ook zo dat je... Het onderwijs is niet van de individuele docent. Je bent gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de kwaliteit. En wat je nu ziet is dat er zoveel gevraagd wordt van een team, dat je elkaar ook nodig hebt om die kwaliteit te kunnen borgen. En als de verschillen te groot worden, dus als ik helemaal niet digitaal vaardig ben en eigenlijk niks kan met online onderwijs en mijn collega is dat juist heel erg, dan gaan die studenten natuurlijk zeggen, ja, maar mevrouw, meneer X die doet het wel zo en daar is het wel en dan gaat je onderwijs achteruit. Dus deze tijd vraagt dat we erkennen dat het onderwijs van ons samen is en dat jij als individuele docent moet weten waar ligt nou mijn expertise die ik van waarde kan laten zijn voor mijn team. En bij de ene is dat misschien wat meer op het digitale gebied en bij de andere wat meer op didactisch gebied, maar we hebben elkaar nodig. En wat zei je? Zo is het. We hebben elkaar nodig. Ja. Dat heeft het hele corona wel opgeleverd. Dat we meer zien dat we elkaar nodig hebben. Studenten hebben goede docenten nodig. Docenten moeten bij elkaar terecht kunnen. En vooral ook studenten hebben elkaar ook nodig. En dat gelukkig gaan we iets meer los. Ik zit in het mbo, we hebben veel 15, 16, 17-jarigen. Die zijn vooral met socialiseren bezig en niet zozeer met onderwijs natuurlijk. En juist dat socialiseren, dat staat heel erg onder druk. Hè, doordat de school als ontmoetingsplek wegvalt. Maar ook, ja, ze kunnen niet meer in de parken. Dus dat is echt wel ingewikkeld op het moment. Nou, ja. Heel mooi. Ik heb veel geleerd. Het zal nodig zijn hierover nadenken, hier actief mee aan de slag gaan. En waar hadden we het gezocht? 12 maart is er een webinar over vanuit de Special Interest Group Active Learning Spaces. Dus, ja, helemaal goed. Dus bijna. Dan kunnen mensen nog meer leren. Dankjewel voor het gesprek. En ik hoop je in het echt ooit tegen te komen. Ja, leuk Petra. Dank je voor de uitnodiging.
Oké. Okay.